wij de jonge en dynamische schrijver Gustaaf Peek. Een hartelijk welkom voor Gustaaf. Hoe ziet deze ochtend er tot 12 uur uit? Ik ga eerst iets heel vreemd voorlezen uit het slotgedeelte van zijn laatste roman, Godin, Held. En dat zijn inderdaad de twee hoofdpersonages van deze roman. Daarna zal ik hem enige vragen stellen, niet te lang. En daarna is aan jullie de ruimte om ook enige vragen te stellen, die hopelijk niet al te particulier zijn, maar ook in de verte iets te maken hebben met de boeken die hij heeft geschreven en waarvan ik er nu drie bij me heb. Zijn debuut heb ik, en dat is niet expres hoor, niet bij me. Zijn tweede boek, Dover, dat klopt van het woordje doof, doof, dover, doofst. Dan Ik was Amerika, zijn derde roman. Dat is niet ik, Oerug was mijn vriend, maar ik was Amerika. Dat betekent verleden tijd. We denken aan de man die in zijn auto aan het slot op weg is naar zijn dochter, misschien wel. En beseft dat het afgelopen is. Goed, een on the road novel. En dit laatste boek waar ik straks nog heel even iets over ga voorlezen, is een liefdesroman. Of misschien is het ook wel, en dat is een van mijn vragen straks, een roman niet alleen over de liefde, maar ook over leven, lezen en schrijven. Lezen en schrijven, dat doen alle twee de hoofdpersonages. Ik heb daar weinig over gelezen toen de recensies verschenen. En misschien moeten we dat dan maar aan de orde stellen. Het gaat ook over liefde. Ik moet dat specifieker zeggen. Het gaat niet alleen over liefde. Het gaat over erotiek. Sterker nog, het gaat over seks. Maar dat vind ik eerder een motief in dit boek dan dat het het hoofd thema is. Maar goed, wie ben ik? Ik ga iets voorlezen en dat heeft te maken met hoe wij de literatuur in het onderwijs in Nederland ook helpen ondergaan. En dat is uit het slot, of moet ik zeggen het begin van het boek. Het slot is het begin. Afgesloten van iedereen en gaan zitten zwoegen aan een boek. Gustaaf, na deze opbeurende beginwoorden wil ik je een obligate vraag stellen. Slot voor open doel. Waarom wilde jou nou per se na je prachtige studie Engels in Leiden afgelegd, in Leiden gevolgd, waarom wilde je nu per se gaan schrijven? Het klopt heel goed wat je zegt, ik wilde dat per se doen en ik had geen plan B. Ik zou gaan schrijven, ik zou afstuderen en ik zou gaan schrijven. Dus ik was afgestudeerd geloof ik op een woensdag en ik ben begonnen op een donderdag. Dus in zoverre was het een hele bewuste keus en tegelijkertijd voelde het daarover niet als een keus. Ik had geen keus, er werd mij iets opgedrongen en dat zat er eigenlijk al vroeg in. Meerdere dingen, als ik er nu even over nadenk. Ik wilde ergens bij horen. Ik wilde horen bij de wereld van de woorden. Ik wilde horen bij die mensen die achter de verhalen zaten. En dat had ik vanaf jonge leeftijd al door, dat ik een boek opensloeg en ik dacht van hé, dit is niet zomaar uit de lucht gevallen. Dit heeft iemand gemaakt. Dit heeft iemand neemt mij stiekem de hele tijd aan de hand en zorgt dat ik in die wereld terechtkom, in die wereld terechtkom. Wauw, dat is magie. Ik wil ook zo kunnen toveren. Dus dat speelde heel sterk mee. En het voelde als werkelijk iets wat ik mijn eigen kon maken. Iets waardoor ik mezelf kon worden. Iets wat helemaal van mij was. Ik was toen ook, toen ik jonger was, was ik helemaal geobsedeerd door de blues. En het was gewoon een man en een gitaar tegen de rest van de wereld. En wie kon schrijven, wie verhalen kon
schrijven, wie boeken kon maken, die had zijn boeken tegen de rest van de wereld. Dat was voor mij toen heel belangrijk, volgens mij is dat nu nog steeds heel belangrijk. Het idee dat ik iets autonooms kon worden, dat speelde heel erg mee. En het voelde gewoon alsof er iets in zat. Iets in zat voor mij. Dank je. En wat mij opvalt is dat je niet zegt, en natuurlijk is dat ook zo, dat je beroemd wilde worden. Dat is iets wat de jeugd van tegenwoordig blijkbaar heel belangrijk vindt. Dat je in de literatuur, in de kunst, desnoods in de politiek, maar ik zeg ook desnoods, dat je dan beroemd kunt worden en dat als je succes hebt, A, heel veel geld kunt verdienen en B, nauwelijks meer over straat kunt voelen, dat je op elke hoek van de straat wordt herkend. Maar dat is dus in wezen helemaal niet waar het over om gaat. Roem was ik minder mee bezig als wel een bepaalde mate van respect. Ik wilde me laten zien en ik wilde gezien worden door iets wat ik goed kon. Dat is heel belangrijk. Ik wilde echt gezien worden. Ik word ook gedreven door een zekere mate en misschien wel een heftige mate van geldingsdrang. Maar het zit er vooral in van ja, ik wil me trots voelen over mijn werk. Ik wil me cool voelen over mijn werk. Ik wil respect verdienen. Ik wil het even over je, of even, helemaal niet even, over je werk hebben. De eerste twee romans die hier voor me liggen, Dover en Ik was Amerika, die gaan voor een groot deel over, laten we zeggen, de wereld. En het vervelende in de wereld, de politiek, de vluchtelingen, de mensen die van huis en haard worden verdreven, die andere namen moeten aannemen. Dat gebeurt nogal wat in dit boek. Wat ik opvallend vind is dat deze twee, nou laten we zeggen, geëngageerde romans haaks staan op dit boek waarin twee geliefden elkaar hun hele leven als het ware achterna zitten, als het ware gefascineerd blijven door elkaar op een hele intieme manier. Hier speelt een journalist een rol, die gaat een keer naar Bosnië om daar een reportage te schrijven, maar daar komt helemaal niets van terecht, omdat hij blijkbaar geen antenne heeft voor wat er in de wereld zoal gebeurt, en met name in de jaren 90 op de Balkan. Heb je er speciaal voor gekozen om nu met dit boek Godin Held een intieme roman te kiezen, ver weg van de woelingen van de wereld? Of is er iets anders aan de hand? Het etiket geëngageerd is heel hip, heel contemporair. Voordat ik ga schrijven, ga ik niet denken van wauw, ik ga nou even een geëngageerde roman schrijven. Ik snap dat men die verbinding wil maken, dat snap ik heel goed. Komt ook enigszins door het vaderlandse literaire landschap. Dit is weer zo'n kwestie van ik kies heel duidelijk de hoek uit waar ik over ga schrijven, maar dan kiest het verhaal mij weer. En daar heb ik er verder niet zo heel veel over te zeggen. Dus alle boeken die hier liggen zijn gedreven door mijn fascinaties en obsessies van dat moment. En ik probeer altijd wel een verschil te maken tussen onderwerp en thema. Zo zou je kunnen zeggen, ja, Dover gaat over illegale in Rotterdam rond het fin de siècle, dat is het onderwerp. Maar ja, onderwerpen uiteindelijk interesseren me nooit zo heel veel. Dus dan is het boek af en dan denk ik, waar gaat het werkelijk over? En volgens mij gaat het over identiteit, over eenzaamheid, over iets raakt kwijt. Soms raakt een mens kwijt, soms raak je kwijt wat je voor jezelf had beoogd. En hetzelfde met Ik was Amerika. Dat je zou kunnen zeggen dat gaat over de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, uiteindelijk, ja, dat interesseert me dan weer wat minder. Het gaat over ontkenning, over jezelf vergeten. Vaderschap,
Vaderschap slingert altijd wel stiekem door al mijn werk. Dat zijn eigenlijk allemaal hele grote vragen waar ik zelf mee zit en waar ik mijn verhalen, waar ik mijn boeken voor gebruik. Het zijn ook een paar echt grote vragen waar ik ook bang voor ben, denk ik. Waar ik geen direct antwoord op heb, waar ik boeken voor nodig heb om iets te leren over mijzelf, om iets te durven denken over mijzelf en mijn voorgeschiedenis. Godin Held, ik had een man en een vrouw in mijn hoofd en die zochten elkaar op, steeds weer, een heel leven lang. Waar was ik in geïnteresseerd? Ik denk dat ik vragen had over het romantische. Ik denk dat ik vragen had over mijn verlangens, de geldigheid van mijn verlangens. Mocht je iets voelen en als je dat ging vormgeven, je verlangens, in het erotische, mag dat dan? Is dit geldig? Is het nuttig? Is het goed voor jezelf? Al die kwesties, daar gebruik ik bijna mijn boeken voor. En toen ik Godin Held schreef, begon ik met het lezen van Marx, Karl Marx. En daardoor is, en dat zul je nergens teruglezen, denk ik, in geen enkele recensie, maar ik raakte ook erg doordrongen van het idee van het bourgeois bestaan. En mijn hoofdpersonen bleken opeens, van die upper middle mensen. En ik dacht van, is dat nou de enige plek op aarde waar je al je verlangens zo vrolijk en vrij kunt vieren, kunt botvieren? Dat begon opeens op de achtergrond mee te lopen. En het zal waarschijnlijk ook een vervolg krijgen in volgend werk. Het is voor mij ook heel moeilijk om te duiden uiteindelijk waar mijn boek over gaat. Als je me nu vraagt waar mijn boek over gaat, krijg je een ander antwoord dan over 5 jaar. De boeken zijn, zeg ik vaak, iets slimmer dan ik. Ze graven iets dieper in mij en hebben veel meer moed om netelige kwesties aan te stippen waar ik zelf als mens, als persoon in een normaal gesprek eigenlijk niet aan durf. Jullie horen het, de schrijver is niet zo moedig als zijn boek. En dat, wie een boek heeft geschreven, die weet precies waar dit over gaat. Ik had, misschien hebben jullie niet gehoord, het woord vaderschap net in de mond genomen. Ik vind zelf, en dat mag de lezer vinden, de schrijver heeft iets gezegd, namelijk dit boek, en dan mag de lezer iets zeggen. Ik vind zelf dat ik was Amerika, jawel, het gaat over de Tweede Wereldoorlog en de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over goed en kwaad. Maar voor mij is de essentie van dit boek het vaderschap. Dat kwam omdat ik vlak daarvoor dit boek had herlezen. En dit boek gaat misschien nog wel meer, volgens mij, over vaderschap. En ook over een land dat hier een beetje op de achtergrond blijft. En je voelt hem al aankomen. Tony is een van de hoofdfiguren. Er zijn nog wel andere figuren. Maar Tony, die heet niet Tony. Die werkt in een Chinees restaurant. En hij doet erg zijn best. Zeer zijn best. Hoe hij aan zijn einde komt, dat ga ik jullie niet verklappen, want de helft van jullie weet dat al en de andere helft wil het weten. Maar ik zeg het niet. Maar Tony, die verdwijnt uit een land, en dat ga jij straks benoemen, dat land. En hij verlaat niet alleen zijn vaderland, maar ook zijn vader. Zou je het gek vinden als iemand dat het belangrijkste element in het boek dover vond? Dat zou ik helemaal niet graag vinden. Het is zeker niet als je het gaat lezen, het boek als onderdeel van een oeuvre. Als je mijn debuut zou hebben gelezen, daar zit het ook heel sterk in. Dat idee van vaderschap, ouderschap, afstamming, afkomst. Tony is een jongen van gemengde afkomst. Hij is half Chinees en half Indonesisch. Hij is ook geboren in Indonesië, ergens in Midden-Java. En eind jaren 90, in 1998 van de vorige eeuw, brak een grote economische crisis uit in Indonesië. En zoals dat soms gaat, waar ergens in een land de vlam in de pan slaat, men gaat zich afreageren. Men gaat zich afreageren op de kwetsbare groep. En eind jaren 90 in Indonesië braken er pogroms uit op de Chinezen, op de etnische Chinese bevolking altaar. En
dat moet je dan een beetje zien als ja, Europa 1938, de Kristallnacht, de Joden hier. Dus die werden achtervolgd, vervolgd, vermoord, hun winkels in brand gestoken. En toen dat gebeurde in 1998, dat is ook alweer 18 jaar geleden, was er nauwelijks aandacht voor hier in de pers. En dat verontwaardigde me zeer. Daar was ik eigenlijk gewoon heel pissig over. Ik denk van ja, er gebeurt iets afschuwelijks. En hier slapen we vrolijk door. Dus dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. En ik ben zelf van gemengde afkomst. Mijn moeder is een Indonesische vrouw. En dus waarschijnlijk ergens ook in mijn achterhoofd zat het idee van vlucht. Van ergens leven, ergens zijn waar je niet vandaan komt. Totaal onbekende, vreemde wereld. En hoe voelt dat dan? Daarom denk ik, ging ik zoeken naar die hoek. Daarom kwam ik terecht in Rotterdam, in de wereld van de illegale. Ik was gewoon heel benieuwd, wat voel je dan? Als je ergens arriveert in je eentje, het is echt niet het land van je dromen. We hebben allemaal een soort droomland. En voor de een is het Amerika, voor de ander is het Engeland. Maar ja, voor wie is nou Nederland je droomland? Dat is... En met die vragen ging ik aan de slag. Trauma. Wat doe je mee? Maar ook ja, dat vaderschap. Hij laat zijn vader echt achter. En nou ja, je naam krijg je van je ouders. Dus als je daaraan gaat tornen, begin je al afstand te nemen van je ouders. Zeker als je jezelf een andere naam geeft. Dus die... Die dingen zweven allemaal rond en als ik ergens heel onzeker over word, dan moet ik er een boek over schrijven. Als ik vraag heb, dan moet daar wel literatuur van komen. Ja, zijn echte naam, zijn allerechtste naam, staat er niet in. Nee. Ik wil iets voorlezen. Ik heb een verzoek en daarmee overval ik je natuurlijk. Dat vind ik wel. Zou je het aandurven om de scène voor te lezen aan het eind van het boek, wat ook het begin is, waarin de mannelijke hoofdpersoon zich toegang verschaft tot het huis van zijn prille geliefde en daar op onderzoek uitgaat en activiteiten onderneemt die later talloze keren worden herhaald, maar dan is zij erbij. Of is dat, of ben je, had je een plan om iets anders voor te lezen? Precies, de inbreker. Ja, de inbreker. Misschien toch wel in de verbeelding, en dat is het cruciale woord, denk ik, met dit fragment. Wil je nog iets voorlezen, of zullen we eens vragen aan het publiek of zij met impertinente of pertinente vragen komen. Wie heeft een vraag? Ik heb geen keus. Ik zal het mijn hele leven blijven doen. En ik hoop dat ik lang genoeg blijf leven om het. Dat is een van de hele belangrijke dingen. Ik kreeg gisteren een vraag. Ik kreeg gisteren een vraag. Het was een radio in interview van ja, ben je niet bang dat je ideeën op een dag ophouden? En ik denk, nou, ik ben eerder bang dat ik sterf voordat ik al mijn ideeën heb vormgegeven. Dat is, dit is ook, ja. Ik beschouw het ook als een ambacht. Ik vind het een leuk vak. Ik hou heel erg van de technische kant van schrijven. Maar dit is ook, eerst en vooral, dit is mijn leven. En een forse hap ervan. En als ik het niet oppas, het belangrijkste. Wat bedoel je als je niet oppast? Schrijven is, het is nou ja, wat je zei aan het begin. Niemand vraagt erom, toch doen mensen het. Er zit een manische kant aan het schrijverschap. En dat moet niet de overhand krijgen. Mensen moeten eerst leven en dan schrijven. Ja, dat is...
Dus ja, ik blijf het mijn hele leven doen. Speelt de angst voor de dood ook een rol in uw boeken? Ja. En ik denk dat als iedereen eerlijk is, dat de angst voor de dood heeft een rol in het leven. Ja. Iedereen. Ik kan laconiek zijn in mijn werk. Dus het personage kan laconiek zijn. Het kan wat laconiek beschreven zijn. En er zijn ook allemaal manieren om de dood, eindigheid, afscheid te bezweren. Ja, dat is zeker aan de orde. Ja. En ik ben ergens. De dood komt altijd terug. Ik beschrijf het ook altijd. Er gaan ook veel mensen altijd de dood. Veel personages halen het einde vaak niet. En ik ben zeer geïnteresseerd in doodsdromen. Dus die laatste seconde voordat je sterft. Wat gebeurt er dan? Dat heb ik nu al in meerdere boeken min of meer beschreven. Hier heb ik het waarschijnlijk nog het minste in. Omdat ik daar iets abrupts wilde beschrijven. Want als je sterft, al je herinneringen, al je liedjes, dat verdwijnt in één keer. En hoe voelt het als ik maar iemand beschrijf die vol zit met herinneringen en bam! Ik doe het licht opeens uit. Hoe voelt dat voor mij? Durf ik dat aan? Dus ja, de dood en ik, wij zijn altijd aan de slag als ik schrijf. Er zit niks anders op. Heeft dat, een aanvullende vraag van mij, heeft dat die belangstelling, belangstelling is de obsessie voor de dood, heeft dat ook te maken met de obsessie voor, in dit boek vooral, voor seksualiteit? Heeft dat iets met elkaar te maken? Blijkbaar. En daar ben ik achter gekomen ook door dit boek. Want ik wil het gaan hebben over verlangens, de liefde en intimiteit. En ik begon opeens over de dood. Ik denk, oké, is dit waar ik het over ga hebben? Nou, ik volg maar. Dus dit boek opent met een uitvaart. En ik dacht van, oké, dus dit is wat ik vind als ik ga zoeken naar intimiteit en lust en al die levensdrive. Dan begin ik dus blijkbaar in de dood. Ik moet dit uitlopen. Dit boek moet af. Dus ja. En dan ga je terug. Ja. Ook weer. Ik zag twee mensen voor me, een man en een vrouw, en die waren oud. En dat is een soort over. Dat volgens mij was het nog een soort overblijfsel uit Ik Was Amerika. Daar heb je een roman, op leeftijd. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar op hoge leeftijd. En die hebben het heel leuk samen. Dat idee intrigeerde me, denk ik. En dat ging over naar het volgende boek. Dus ik had twee personages, een man en een vrouw, die waren al oud. En ik wilde weten hoe ze elkaar hadden ontmoet. Ik wilde weten hoe ze waren toen ze jonger waren. Maar dat wist ik niet. Ik wist alleen hoe ze waren toen ze oud waren. Ik denk, er is geen andere manier dan teruggaan in de tijd. Ik durfde ook niet. Ik denk dat het voor mezelf heel ingewikkeld was om mezelf te beschrijven. 16, 17, vind ik hele tere, moeilijke jaren in mijn herinnering. Dus ik had de moed nodig van drie kwart boek. Stap voor stap. Ja. Dus wat ik net heb voorgelezen, dat had ik nooit kunnen schrijven aan het begin van het schrijven. Dat was me nooit gelukt. Never. Nee, dat moest op dat moment komen. Als je, dit is een boek van, dat begint in hoofdstuk, met hoofdstuk 50 en eindigt met hoofdstuk 0. Het is een soort aftellen. Naar de geboorte zou je kunnen zeggen. Je zou zelfs nog verder kunnen gaan tot voor de geboorte en de conceptie kunnen beginnen. En er komt geen eind aan. Maar zou je dit boek andersom kunnen zetten? Zodat, stel dat ik de zetter ben of ik kan het redigeren, het begint met hoofdstuk 0 tot en met 50. Is het dan een ander boek of heeft het gewoon een andere volgorde? Het is dan natuurlijk een heel ander boek.
Nee, het is werkelijk een heel ander boek. Als je gevoelig bent voor romanopbouw, dan zie je hopelijk hoe ik het heb opgebouwd. En zoals ik de laatste hoofdstukken heb ingericht, die zijn alleen mogelijk door de manier waarop ik eerder hoofdstukken heb ingericht. Er zijn mensen, ik heb meerdere reacties gehad van lezers en die hebben zoiets van ja, ik had het eerst gelezen van 50 naar 0 en daarna las ik het van 0 naar 50 en toen snapte ik het. En ja, dat mag, weet je, een boek is aan jou, maar waar lees je dan op? Wat zoek je in een boek? Zoek je plot, zoek je verhaal of ben je naar iets anders op zoek? Ik probeer zelf als lezer de auteur te vertrouwen. Ik ga ervan uit dat de auteur weet wat hij doet. Dat is mijn instelling. En dat zorgt ook voor spanning. Want dan gaat die auteur wellicht aan je trekken. Hij gaat je uitdagen. Hij gaat je meenemen naar plekken die je van tevoren niet zag aankomen. Dat is de lol en de spanning van het lezen. Voor mij, andere mensen draaien wellicht iets meer om. Ja, narratieve bevrediging. En daar sta ik verder machteloos tegen. Nienke, je laat me in de steek. Je hebt duizend vragen. Plotseling. Ik zag hier nog een vinger, maar die is alweer. Die is alweer. Maar je is al antwoord. Fijn. Glad to be of service. Ja. Hoe identificeert u zichzelf met de persoon in het boek? Zeg maar, wat is die link? Ja, identificatie. In het onderhavige geval, zij zeggen het zo van godin held. Volgens mij ben ik allebei. Volgens mij ben ik met al mijn persoonlijke vragen gegaan naar Marius. En ik heb waarschijnlijk op een bepaalde manier aan hem gevraagd. Nou, loop dit eens uit wat in mijn zin zit. Laat me eens zien hoe dat zijn eindstation bereikt. En ook bij Tessa. Ja, ik heb bijvoorbeeld vragen over wat is een oude auteur? Wat moet hij doen? Wat mag hij dromen? Parkeer ik bij jou. Dat is voor mij uit. Ik identificeer mezelf heel sterk met mijn personages. En ik vrees. Ik vrees ook dat ik ze ben. En dat maakt het. Als je me zou willen leren kennen. En je wil me echt leren kennen, is het waarschijnlijk slimmer om mijn boeken te lezen dan met me te kletsen. Want uit mijn mond komt al een heleboel onzin en kletspraat. Maar die boeken die zijn wat eerlijker over wat mij bezighoudt en wie ik ben. En dat is af en toe voor dierbaren van mij enigszins confronterend, maar dat is nou eenmaal zo. Maar dan over is het waar. Ja, ik snap dat wel. Het is natuurlijk ook heel cool om het te zeggen, maar nee, ik snap het wel. Maar dat betekent niet dat het ook biografisch is. De concerns, en ik ben even het Nederlandse woord kwijt. Ja, de grote overkoepelende zaken. Dus zeg maar wat uitgelopen op wordt, de gepresenteerde obsessies en fascinaties. Die zijn autobiografisch, heel sterk. Maar ja, ken je de chronologie van mijn leven als je mijn werk leest? Ja, nee. Nou, kom stil. Hoe spelen de namen van de personages een rol in het boek? Zeer belangrijk. Ik ben geobsedeerd door het idee van een naam. En naam en identiteit. Dat je je naam bent. Of wellicht je naam wordt. En wat gebeurt er als je een andere naam aanneemt? Het maakt echt uit hoe je heet. Dat is zo bepalend.
misschien nog wel bepalender dan hoe je eruit ziet. Het heeft me altijd geïntegreerd, of tenminste, ik vind het gekmakend, het idee dat iets als een woord, daar hebben we het over, zo werkelijk kan worden, zo werkelijk kan worden als je naam, je bent je naam, ik wilde daar aan trekken, ik snap het niet. Ik heb ook, ik mezelf ook raar opgegroeid, mijn achternaam was altijd topzwaar, die heeft mijn vader wel altijd keihard bij mij ingehamerd en ik denk van, maar dat ben ik helemaal niet. Dat is gewoon, maar dat zijn maar vier letters, ik wil mijn eigen persoon zijn. Ja, Jezus. Ja, dat is... Don't go there. Nee, dus... Ik zal er mijn hele leven mee bezig zijn met het raadsel en het gewicht van namen. Dus komt elk boek komt dat weer terug. Van wie krijg je een naam? Tony Dover geeft eerst zichzelf een naam. De naam die hij ooit heeft gekregen van zijn vader zit er niet in. En op een gegeven moment bereikt hij een soort vrede met zijn geschiedenis. Wanneer hij in een droom zijn vader ziet en zijn vader noemt hem bij zijn zelfgekozen naam. Want Tony heeft zichzelf Marlon genoemd. Zo van, dat ben ik. Maar als hij in Rotterdam belandt als vluchteling en hij komt bij een mensenhandelaar. Die noemt hem Tony. En dan is hij opeens weer iemand anders. Maar is dat zo? Maar ja. Ja, autonomie, naam, het zijn allemaal kwesties waar ik waarschijnlijk nog veel meer boeken van nodig heb. Dirk, ja. Dirk met een hele Hollandse naam. En hij heet Winter, maar hij noemt zich op een gegeven moment Wolfs. Hij switcht van de naam van zijn vader naar de achternaam van zijn moeder. Dus is hij dan ook opeens meer Duits? Gaat hij van Nederlander naar Duitser en weer terug? Welke naam heeft hij nodig? Dirk. Laveert. Dirk is probeert behendig te zijn. Heeft dat te maken ook met goed en kwaad, die namen? Niet echt. Goed en kwaad ben ik nooit zo heel erg mee bezig. Maar ja, ik zit er nou even over na te denken. Ik kan me voorstellen dat als je Ik Was Amerika leest en de hoofdfiguur volgt die volgens de conventionele goed- en kwaad-schematiek fout was in de oorlog en met Duitsers heeft meegevochten en in Texas is terechtgekomen nadat hij in Afrika gevangen werd genomen enzovoort enzovoort. Maar tegelijkertijd is hij een buitengewone warme mens omdat hij bevriend raakt met een zwarte man waar hij later ook nog, om het zo maar eens te zeggen, familie van wordt. Dus je zou zeggen, een halve nazi moet ook een racist zijn, maar dat blijkt hij helemaal niet te zijn. Dus daar gaan we met ons goed-kwaad schemaatje. Ja, het is wat ik zelf zie, dat veel van het leven ook afhangt van toeval. Het kost veel energie en consequent gedrag om alleen maar slecht te zijn. En hetzelfde aan de andere kant, om alleen maar goed te zijn. Er was een keer las ik hier een statistiek over helderdom. Want het integreert me altijd. Zeg maar, wie zijn die figuren die zich af en toe op een handgranaat gooien? Dat boeit me. Dat is vaak toeval. Wat een held doet in situatie A, dat hoeft niet te zeggen dat als hij in een vergelijkbare situatie in de toekomst komt, dat hij dan weer precies zo handelt. Hij zou dan zelfs helemaal weer iets anders kunnen doen. Dus helderdom, toeval, kwaad, toeval. Domheid, luiheid, ijdelheid, daar draait het vaak veel meer om dan toch wel de verheven ideeën van goed en kwaad. Ik snap het gewoon niet, denk ik, wat goed is en wat kwaad. Dus daar heb ik een boek voor nodig. Ik begrijp dat je schrijft vanuit, zeg maar, je wordt een onderwerp getriggerd en dan ga je schrijven over het onderwerp en achteraf kom je er eigenlijk achter dat het een persoonlijk thema is. Dus het is gewoon zelfonderzoek schrijven. Voor mij wel, ja, vandaag. En ik kan me voorstellen dat dat best wel, dat je, ja, als je terugkijkt, dat je heel kwetsbaar hebt opgesteld. Waarom publiceer je dat dan? Bedoel, voor jezelf snap ik dat wat zelfonderzoek heel belangrijk is. Maar waarom wil je dat aan de massa geven? Dat is heel kwetsbaar op. Blijkbaar heb ik die communicatievorm met onbekenden nodig. Ik ben er nog niet uit. Ik vind een goede vraag.
Maar dat is echt iets, daar zit ik ook nu mee. Waarom heb ik dat? Waarom doe ik dat? Waarom bied ik dit aan onbekenden en zeg van oké, dit ben ik en wat vind jij? Dat is, als ik het zo zeg, dat is eng en het is bijna, ja, het is crazy eigenlijk. Waarom wil je commentaar van anderen? Ik wil misschien niet eens zozeer commentaar, ik wil een aanraking. In a way bied ik een boek aan mijzelf als lezer. En ik denk, die jongen die ik ooit was. Boeken zie ik als een soort stratosfeer. En af en toe heb je een vallende ster en af en toe moet je er eentje grijpen. En ik schrijf nu ook boeken en die gooi ik omhoog en hopelijk gaan die in de baan komen. En af en toe valt die voor de voeten van een lezer en af en toe moet iemand hem grijpen. Maar hij moet wel meedraaien, hij moet er zijn. Het is alsof ik mezelf geruststel, de jongen die ik ooit was. Kijk, je boek schreef, daar is die, denk ik. Maar ik ben er nog niet helemaal. Dan gaan we iets uit. Ik was niet geweest natuurlijk. Problematisch dat we hier nu een discussie zouden hebben gevoerd die nooit meer zou eindigen. Mijn vrouw zou zeggen, ach, ik ben het kind van slaven en van slavenhouders. Hoe moet ik nu denken? Dat weten we ook niet. Maar we hebben hier wel een element uit jouw oeuvre in aanbouw te pakken. Dat ongetwijfeld hoe dan ook en in welke gedaante dan ook weer terug zal keren. Omdat helaas het racisme met alle destructieve krachten van dien van alle tijden is. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het is helaas zo, zeg ik in deze omgeving. Zijn er nog meer vragen? Dan heb ik er natuurlijk nog wel één aan. Martin, de man van de dood. Ik had nog een vraag over de naam Mrs. Love. Want dat is nou niet heel erg toepasselijk in de situatie die net voorgelezen werd. Soms komt de naam heel vrolijk binnen. En ik dacht van oké, ik zie een vrouw voor me. En ik zag al een beetje wat ze deed en wat ze aan had en ze heet. En dan gaan er een paar namen in mijn hoofd en dan ben ik een beetje aan het mijmeren.